Hi, ik wilde vandaag met jullie delen waarom ik eigenlijk op het spirituele pad ben gekomen. Ik heb 5 jaar lang een relatie gehad met een man die narcistische trekjes heeft. Waarvan ik op dat moment natuurlijk dat niet wist. Ik wist wel van, hé, er is iets, maar wat is het? Wist ik op dat moment niet. Het begin was ook heel erg leuk, gezellig. Hij zette mij op een voetstuk en het was een mooie tijd. En op een gegeven moment ging het langzaam veranderen. En werd hij dominant. Uiteindelijk heeft hij me ook wel mishandeld. Hij heeft mij tegen de muur gezet. Me bedreigd. Mijn keel dichtgeknepen. Minderwaardig over me gepraat. Gevoel gegeven alsof ik niks waard ben. Geslagen. Mijn gezicht gespuugd. En zo'n narcist doet dat zelf ook. Ja, die weet gewoon zelf niet dat hij een narcist is. Dus het is in principe ook vervelend voor zo'n ziel. Want hij heeft ervoor gekozen natuurlijk om zo op deze aarde te komen. Dit is zijn levensles, zijn proces. En het komt in mijn leven omdat ik er wat van kan leren. En dat ik grenzen aan kan geven. Van hé, dit vind ik niet leuk. Stop hiermee. Dat heb ik dus ook moeten leren, waardoor hij op mijn pad is gekomen. En die 5 jaar lang hebben ups en downs gehad. Het is vooral het afstoten, het aantrekken. Het moment dat hij niet leuk deed, zat ik echt in de put. Van, hey, ik voel me nu echt kloten. Maar gewoon ook niet het idee hebben van, ik ga hier weg. Ik stap uit deze relatie. Gewoon blijven. En dat is dan de codependency. En het, ja, willen pleasen, het een ander niet verdriet willen doen, terwijl je gewoon zelf hartstikke pijn gedaan wordt. En ja, dat is gewoon een leerproces, waardoor je dit meemaakt, anders komt het niet op je pad. En de moment dat het dus niet leuk is, zit je in shit, en dan hoeven ze maar een klein beetje iets te doen. Oh, sorry, of dit had ik niet moeten doen, of ik maak het goed met je. Ja, dan ben je weer hartstikke blij en dan denk je wel, oh, zie je wel, het was maar even eenmalig en het komt wel weer goed. Maar het komt gewoon niet goed. Volgende keer is het gewoon weer. En waar ik het over wilde hebben, dat ik zo in de shit heb gezeten. En ja, na die relatie dat ik eindelijk de moed had gehad van, ja, hier stap ik uit, dit wil ik gewoon niet meer voor mezelf. Ik verdien beter en dit is niet leuk meer. Daar moet je heel veel, althans ik had daar heel veel moeite mee. Om zeg maar voor mezelf op te komen en mezelf op de eerste plek te zetten. En ik had dus zoveel verdriet en ja, echt gewoon depressie. Dat ik dacht van, hoe kom ik hier in hemelsnaam uit? Want ik durfde ook de stad gewoon niet meer in, omdat hij me ook bedreigde. En uiteindelijk heb ik EMDR-therapie gehad. En dat heeft me enorm geholpen. In 4 maanden tijd ben ik er doorheen gekomen. Durf ik weer naar de stad te gaan en alles. Dus dat heeft zeker heel veel goed gedaan voor me. Als jij in zo'n relatie zelf zit, ja, probeer hulp te zoeken. Je kan dit niet alleen. Je hebt hulp nodig. En ja, kijk, ieder mens zit op zijn niveau van bewustzijn. Dus hij heeft het ook niet expres gedaan, maar hij doet het bij de volgende weer. Dus in die zin kan je afvragen van, ja, zal hij zelf ook niet eens een keertje denken van, waar ben ik mee bezig? Maar denk het niet, want als jij ook wel eens hebt gedacht van, ben ik misschien een narcist? Dat heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd, geloof me, dan ben je het niet. een echte narcist die vraagt het zichzelf niet af. wat ik hier bij me heb is iets wat ik wilde bespreken. Dat is Dr. Hawkins, die heeft een piramide gemaakt. En als jij heel laag in je trillingsfrequentie zit, ik weet niet of je het, ik denk dat het te ver weg is, dan zit je op schaamte, schuld, apathie, verdriet, angst. Dat zijn de onderste trillingsfrequenties. En ja, daar zat hij dus op, maar ik op dat moment ook. Dus dan trek je dat op een gegeven moment aan. Het moment dat jij dat niet meer wil en je krijgt het verlangen, en je hebt woede en je denkt van, hé, ik wil dit niet meer, ik wil hieruit. Dan ga jij hoger in je vibratie zitten. Dan blijf je niet meer in die onderste lagen zitten. Waardoor jij uit die relatie kan stappen.
Ook al duurt dat soms langer dan je hoopt en wilt. En achteraf gezien denk je van, wow, wat heb ik dat lang vol kunnen houden en hoe kan dit? Maar dat heeft dus met die trillingsfrequenties te maken. En hoe hoger jij komt, hoe minder jij, dan ga je dat gewoon niet meer meemaken. En dat is eigenlijk, zeg maar, wat ik mee wil geven. Van, probeer hoger in je trillingsfrequentie te komen. Probeer bewuster te worden. Vervolgens ga je steeds hoger. Moed, neutraliteit, dat is echt zo'n keerpunt. Van, nou ja, in de 3D, derde dimensie, alles krijgt labels. Iets is goed of iets is slecht. Iets is mooi of iets is lelijk. En als je op neutraliteit zit, van, nou ja, de situatie is zoals het is. Geen oordeel aanvellen. Dan zit je alweer veel en veel hoger. Bereidheid, acceptatie, reden. Dus je gaat beredeneren van waarom gebeuren die dingen. Je gaat introspectie doen. Ja, dan zit je mega hoog. En liefde, geluk, vrede en verlichting. Ja, dat zijn de allerhoogste. En als je zover bent, dan ben je goed bezig. Dus dat wilde ik eigenlijk met je vandaag even bespreken. En ook het vergeefstukje. Hij heeft nooit zelf gevraagd om vergeving of toegegeven van wat ben ik eigenlijk stom geweest of een eikel of ik heb je niet goed behandeld. Totaal niet. Ik zelf heb hem vergeven zonder ooit nog met hem te praten daarover. Hij is nooit meer langsgekomen na het stalken en het doen. Ik heb hem vergeven, gewoon puur. Niet om goed te praten wat hij gedaan heeft. Maar om zelf verder te kunnen en de bagage neer te zetten. En door de pijn en het verdriet en de wonden heen te gaan die hij zeg maar achter heeft gelaten. Want het zijn behoorlijke wonden geweest die hij heeft ingeslagen natuurlijk. Maar het positieve, en ik ben hem zelfs dankbaar als je het zo kan benoemen. Dat ik daardoor zo in de shit heb gezeten. Dat ik echt zoiets dacht van, ik wil dit niet meer, hoe kom ik hier uit? Hoe gaat dit stoppen? Ik wil gelukkig zijn. Hiervoor ben ik niet op de aarde gekomen. Om me zo verdrietig te laten maken door een man. En zoveel ellende te hebben. Dat ik op het spirituele pad ben gekomen. En dat ik nu in mijn transformatieproces zit. En ja, het is één grote groei. En dat je juist ook heel erg veel geluk kan voelen. Doordat je in zo'n shitperiode hebt gezeten. Dat is eigenlijk ook een beetje de inspiratie die ik eruit heb gehaald van, je kan diep gaan, maar hoe dieper je gaat, hoe hoger het ook kan. Hoe dieper je daalt, hoe hoger je piek en je komt er echt wel weer doorheen. En dat wilde ik met jullie, ik hoop dat je hier ook iets aan hebt. Van, hey, ik zit nu even in een rottijd, maar ik ben niet de enige. En ik ben het hartstikke waard, ik ben een mooie ziel, ik ben een mooi mens. Ik ga er gewoon weer voor. Ik zet mijn schouders eronder. Ik ga desnoods in therapie. Ik ga innerlijk werk doen. Maar ik ga me hier doorheen slaan. Ik kom hieruit en als een sterke mens. Dat wilde ik eigenlijk vertellen. En vooral het vergeefstukje. Niet voor de ander, maar puur voor jezelf. En uiteindelijk, we zijn allemaal één. En we gaan naar de vierde en de vijfde dimensie. Liefde, daar gaat het om. En hoe hoger jij in je trillingsfrequentie zit, kom jij ook niet meer bij die lagere frequenties uit. Zodat die mensen ook niet meer op jouw pad komen. Zodat je het ook niet meer hoeft mee te maken. Dus ik ben er doorheen gegaan. Ik ben er vanaf. Bij mij ligt het achter me. Ik heb het los mogen laten. Het komt niet meer terug. En ik ben zeer, zeer dankbaar voor het transformatieproces. Ook al valt dat ook niet allemaal mee. Maar waar ik doorheen ga, je groeit. Je persoonlijke ontwikkeling gaat als een malle. En I'm in the zone. Dus als je het leuk vond, geef me een like alsjeblieft. Zou ik leuk vinden. En tot de volgende keer. Namaste.